Bezoekers van de World of Electronics kunnen van 2 tot en met 5 oktober 2018 het beursgadget van de elektronica-keten Proximo verzamelen. De Proximo is een nabijheidssensor die samenwerkt met een gekoppelde smartphone. Samen ontdekken wij het ontwikkelings- en productieproces van de Proximo. Op initiatief en onder begeleiding van het FAI gaan ruim 20 industriële partners aan de slag. Samenwerken is de boodschap, een project krijg je niet alleen voor elkaar. In de flow hebben we te maken met de ontwikkelaar, de componentenleverancier, de CAD-layouter, de PCB-producent en de PCB-assemblagefirma. Mogelijk nog gevolgd door specialisten op vlak van testen en meten voor certificering. Dan moet er nog een behuizing omheen, wat nog eens een partij toevoegt en ga zo maar verder. Idetron staat in voor de ontwikkeling en de CAD-layout. Nou, het is een platform met daarop een Bluetooth Low Energy chip. Wat LEDs, een bewegingssensor, wat andere sensoren, luchtvochtigheid, temperatuur en dat soort dingen. We kunnen daar van alles mee laten doen. We kunnen er zelfs boter, kaas en eieren mee spelen als je dat zou willen. Dat is mooi gemaakt. Dat zit leuk in elkaar, daar is over nagedacht. En dat is precies wat wij hier doen. Ontwikkeling en productie zijn twee werelden die elkaar treffen in de overgang van CAD naar CAM. Van computer-aided design naar computer-aided manufacturing. Met de Eurocircuit Smart Tools voor PCB-visualisatie, design route check en DFM-controle wordt het ontwerp van Idetron verder productie klaargemaakt. De ontwikkelaar kan zijn uit het CAD-systeem gegenereerde data voor de productiestart testen. Zo voorkomt de ontwikkelaar onaangename verrassing op de werkvloer omdat bijvoorbeeld een component niet past op de footprint op de PCB. Voor de productie van het prototype loopt de printproductie bij Eurocircuit en de bestukking bij D&D Megatronics. Intussen werken studenten van de hand vlijtig aan de app om de Proximo te bedienen. De Proximo moet voldoen aan de CE-normering. DR staat in voor het EMC-testen. PM-componenten levert en bewerkt een handheld behuizing. Door goed samenwerken zijn we nu klaar met de prototypefase en kan de serie in productie gaan. Reserveer je eigen Proximo en kom het resultaat bekijken in Utrecht van 2 tot en met 5 oktober.